De gevallen van tienerzwangerschap blijven over de jaren heen stabiel. Onderzoeker Rosita Sobi concludeert daarom dat de beleidsmaatregelen voor preventie en bewustwording toch niet aankomt bij de doelgroep. Ze presenteerde donderdag de resultaten van een onderzoek naar tienerzwangerschap in Suriname tijdens de lezing Unelip Noa Umanabaka in het hoofdkwartier van de medische zending. Sobi stelt dat mensen er niet vanuit mogen gaan dat tienerzwangerschappen een probleem is binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Dit komt voor in het hele land. Vandaar dat een nationale strategie ontwikkeld moet worden om tienerzwangerschap te voorkomen. Wat die eerste cijfers laten zien, is die 66, die 41, die 42, die 45, die 54. Laat zien dat in Suriname, dat zijn cijfers van CBB, dat elk jaar er gemiddeld rond de 55 meisjes een kind registreren. En dat zijn meisjes tussen 10 en 14 jaar. Dat was dus zo schrikbarend. En het zal er veel meer zijn, want het aantal registreren die hier, ze registreren in Frans-Guyana. Dat weten we ook wel als je van de medische zending bent, helemaal. Maar dat geeft aan dat gemiddeld per week één meisje onder 15 jaar, 14 jaar en jonger, een kind krijgt. Nou, dat is die ene die een kind ter wereld heeft gebracht. Tel erbij op het aantal meisjes die wel dan in zo'n seksuele relatie zit, maar niet zwanger raakt. Of wel zwanger raakt en dat die zwangerschap verwijdert en het nooit zichtbaar wordt. Sobi zei ook dat tienerzwangerschap anders is bij tieners in de leeftijdsklasse tussen 15 en 19 jaar. Bij deze groep komen tienerzwangerschappen vaker voor in vergelijking met de groep tussen de 10 en 15 jaar. Weet je, dat zijn we in de orde van rond de 1200, 1300. En het schrikbarende van Suriname is dat die cijfers stabiel blijven. Normaliter zijn we blij als we dingen zien dat ze stabiel zijn. Maar het betekent dus dat ongeacht wat voor preventie en campagnes en hoe noemen we dat? Ja, beleidsmaatregelen, ergens komt het niet aan. En waarom het niet aankomt, kan ik niet voor u verklaren. Ik kan u alleen laten zien met welke factoren het te maken heeft. En ik denk dat MZ zal zeggen, zie je, we praten zo vaak hierover en we wijzen hier vaak over, maar het wordt niet gehoord. Nu heeft u cijfers om het ook te laten zien. De lezing Unelip Noa Umanabaka is georganiseerd in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart 2024.